nummer dat heet, let op, een kerstpot. En een heilsoldaat. Ik kan er niks aan doen, maar het heet nog niet eens op. Maar, je hebt zulke potjes en je hebt ook grote potjes. Maar dit is de kerstpot van de heilsoldaat. Op ieder dekseltje past een potje. Dat bedoel ik. Op ieder dekseltje past een potje. Nummer 20. Een kerstpot in een heilsoldaat. U kent het allemaal, hè? zo'n driepoot met zo'n pakje erin, een beetje warmte. Dag jonge dame, goedenavond. Dat is toch anders, ja. Ja, minder aantrekkelijk. Ja, nou, dat weet ik niet of dat nou minder aantrekkelijk is, maar het is wel anders. Ja. God, dames toch. Een kerstpot en een heilsoldaat, wanneer u ze ziet ergens langs de straat, bedenk dat ze doen het voor hen. Maar niemand de ramen van kent. Een kerstpot en een heilsoldaat, wanneer u ze ziet ergens langs de straat, ze staan even kerstlang de straten, op wacht bij zo'n ijzeren top. Een legertje van heilsoldaten, we gaan met een andere lot. Ze staan er om geld te vergaren, terwijl hun gezicht al is al. Ze doen het zelf graag alle jaren, en worden er niet voor betaald. Een heilsoldaat, wanneer u ze ziet ergens langs de straat, bedenk dat ze doen het voor hen, waar niemand de namen van kent. Een kerstpot en een heilsoldaat, wanneer u ze ziet ergens langs de straat, kom dan niet voorbij, het kan voor u niet schrik, er is nog veel armoe en leed. Er zijn nog zoveel stille armen, waarvan je maar zelden iets leest. Ze willen zich ook wel eens warmen, al in hoeveel jaar bij zo'n feest. Het leven dat wil hen graag helpen, dat heeft het altijd al gedaan. Het gaat om die naamloze mensen, waarvoor u de kerstpot ziet staan. Een heilsoldaat, wanneer u ze ziet ergens langs de straat, bedenk dat ze doen het voor hen, waar niemand de namen van kent. Een kerstpot en een heilsoldaat, wanneer u ze ziet ergens langs de straat, komt dan niet voorbij en kan zon in die zweet.